Want Ogri, ik zou een boom kunt u zeggen wanneer meneer Kenneth Pink aangeeft waarom hij met zijn volgende onderneming is begonnen. Zoals vele mensen, vele Surinamers die in een ander land wonen, met decembermaand terugkomen naar Suriname. Zo was het ook bij de heer Kenneth Pink, die met de jaarafsluiting naar Suriname was afgereisd. Enkele dagen daarvoor was hij van de trap gevallen en had er dus hevige pijn aan zijn been. Hij is er zo ook afgereisd naar Nikeri en daar ontmoette hij een verre neef, een naamgenoot, de heer Gerald Pink, die hem vroeg wat er aan de hand was. De heer Gerald Pink heeft hem toen behandeld en de heer Kenneth Pink is er zo daarvan onder de indruk geweest dat de twee heren toen harde afspraken hebben gemaakt en nu dan een polykliniek hebben geopend aan de Titostraat 74, waar men in het weekend, waar men dan kan gaan voor verschillende behandelingen. Heeft u rugklachten, heeft u pijnen aan uw lichaam, noem maar op. Nou, de heer Gerald Pink, die is er heel erg bekend, niet alleen nationaal, maar internationaal. We voeren nu naar de heer Kenneth Pink, gevolgd door de heer Gerald Pink. Op deze donderdag van 1 augustus 2024 hebben we de soft launch waarvan? Van het chiropractorkantoor, waar mensen hulp nodig hebben, die klachten hebben. En we zien hoe we ze tegemoet kunnen gaan. En waarom een investering daarin? Nou, hoe is het allemaal begonnen? Ja, nou, als ik het zo mag uitleggen, ik kwam naar Suriname afgelopen december en ik had pijnen, maar ik ben van de trap gevallen in Nederland. En ik was naar Nikeri en toen kwam ik zeker Gerald tegen. We spraken, toen vroeg hij mij van, hey, wat is met je voet aan de hand? Zei van, ja, ik ben van de trap gevallen. Toen zei hij van, hey, laten we even naar huis gaan. Ik ben geweest. Ik dacht van, ik wil zien wat die man gaat doen. Mm-hmm. En dezelfde dag heeft hij me kunnen helpen. Ik had geen pijn, ik kon niet geloven. Ik ga terug, mijn vrienden zien me. Ik zei van, bro, gisteren nog was je aan het maken en nu loop je normaal vandaan. Toen dacht ik, boy, ik moet mijn man naar binnen, Nikeri. En dat is een soort familie. Dus die man is geweldig in zijn doen en laten en heeft me echt geholpen. Ja, en heeft u toen geholpen en heeft het plan opgevat om hiermee verder te gaan? Nou ja, dus toen hij me geholpen heeft en ik sprak met mijn vrienden op Wakapasi en gelijk iedereen had klachten, anderen hadden rugpijn, schouderpijn, enkelproblemen. Toen dacht ik van, oké, laat me die man bellen om te zien als hij dat ook kan doen. En hij zei van kinderziekte. En dacht bij mezelf, kinderziekte, waarover praat deze man, weet je wel. Maar toen hebben we serieus gesproken over het een en ander. En zijn we met een groepje weer naar Nikeri geweest. Ook een mattie van mij die al jaren last heeft van jeugd. We zijn geweest en hij heeft het heel goed gedaan. Dus tot de dag van vandaag, iedereen praat goed over hem. En ik dacht van, weet je wat, iedereen is tevreden. Hij heeft een gave, geloof ik. Hij heeft ook daarvoor gestudeerd. Hij is nog steeds aan het studeren. En daarvan weet je wat, zulke mensen hebben we nodig in Suriname. Dus ik wil wat met hem beginnen. Ik heb hem genaderd, hij is akkoord meegegaan en hier zijn we vandaag. Ja. En hier is waar? Dit is Titohoofdstraat, Kasabaolo. Hier werd vroeger genoemd, of nog steeds genoemd, de Blauwe Nes. En we hebben een kleine kantoortje hier gehuurd. Dus we beginnen hier om te zien van wat voor goed werk we hier kunnen doen. Ja. Hoeveel dagen in de week? We beginnen voorlopig met een weekend, vrijdag, zaterdag, zondag. En als het gaat lopen, als we bekendheid krijgen, weet je, dan gaan we misschien 5 dagen doen, misschien zelfs 6 dagen, weet je. Want ik weet, ik ben bewust van, dat er een heleboel Surinamers zijn die hard werken en die verschillende klachten, die rondlopen met verschillende klachten. Dus en ik denk sterk, ik geloof sterk ook, dat Jerry degene is die heel veel kan betekenen voor de mensen die rondlopen met klachten. Ja, maar wat is het? Cash of verwijzing met dokterspapieren? Jerry persoonlijk, hij werkt met een paar doktoren in Nikeri. Maar daarnaast doet het ons uit onze eigen waar men cash moet betalen. Okay. Ja. En een behandeling begint vanaf hoeveel aan?
Nou, van de klachten. Ja, het ligt aan de klachten, wat voor klachten je hebt. En aan de hand daarvan kunnen we de prijs bepalen. Maar sowieso, het is een redelijk goed prijs voor degene die een klacht heeft. Want het kon er tof, we maken hier een people, weet je. Dus we moeten met ze meeleven. Ja, dus voorlopig in het weekend, zegt u. Maar ik neem aan, alles volgens afspraak. Ja, zeker volgens afspraak. Omdat we hadden een proeftest gedaan. En we stonden gewoon verbaasd van hoeveel mensen aan het bellen waren. Hebben we gedaan voor 2-3 weken. Toen zijn we gestopt. En we zeiden van, weet je wat, laten we het op de juiste manier doen. Ja, en u zelf, meneer Pink, heeft u zelf kennis van wat uw kapitaal heeft u hier tegenaan gegooid? Maar u zelf, wat de heer Gerald doet, draagt u zelf kennis daarover? Eerlijk gezegd, nee. Maar ik ben aan het leren. Maar wij als Surinamers, we weten altijd over een chimbakati, een schouder, onze ouders. We weten nog, gaat naar iemand die masseert en zo, weet je wel. Dus we zijn goed met deze soort dingen. We doen van alles een beetje. Maar wat hij doet, is bijzonder. Het is professioneel, het is veel beter dan wanneer je gewoon een kleine massage zou doen, weet je wel. En hij doet van alles. You call it, hey, hij is goed. Hij is geweldig goed. Ja. Geweldig goed. En u zegt het, de behandelingen die men hier dus kan krijgen, dat is gegarandeerd dat u dus verbetering zal merken? 100%. Ik ga niet zeggen op 95% of 98%. Ik heb geloof in hem. En ik heb gezien wat hij gedaan heeft met mijn vrienden en buitenstaanders. Hij is gewoon geweldig, dus ik zeg 100%. 100%. Mensen, luisteraars. Mensen, luisteraars, je mogen het proberen. Hij is goed, geloof me, hij is goed. Hey, om zo iemand te hebben in ons land, Suriname, hey, we moeten hem koesteren. Ja, koesteren, want hij is geweldig goed. Dank u wel, heer Pink. Thank you. En als ik tenslotte mag zeggen, van, we zijn in de Titoestraat 74. We doen dat door middel van afspraken. Ja, je kan niet zomaar inlopen. Het gaat niet lukken, want we hebben lijst. Maar vanaf vandaag zijn we begonnen met het een en ander. Dus mensen die klachten hebben, die last hebben, wat het ook mag zijn. Je mag bellen voor informatie. We staan open daarvoor. En daarnaast hebben we ook kruiden die ook verkrijgbaar zijn. Dus hoge bloed, jichtmedicijn, suiker. You call it. Bel en je hoort het wel. Weet je wel? Dus we doen het al. En wat is het telefoonnummer? Ja, het telefoonnummer van Kenjar Maar Praktijk is 749-3822. Oké. 749-3822. En de naam van de praktijk is Kenjar Maar Praktijk. Kenjar Maar Praktijk. En dus je kunt het adres nog een keer opnoemen? Ja, Titoestraat 74, Casaba Olle. Heer Gerald, u bent bereid gevonden door uw naamgenoot, de heer Kenneth Pink, om dit te starten. Ja? Vertel een beetje over uzelf. Nou, ik ben een chiropractor. Ik heb chiropractisch gestudeerd in Amerika. Het is geen universiteit van hier. Kijk hier, mijn registratienummer, alles is hier. Straks kunt u het lezen met mijn registratienummer. Ik heb ook reflectiezone gestudeerd en soutache massage. Dus het is 3 verschillende massagestijlen. Dus als iemand bij me komt, krijgt die persoon 3-in-1. Want ik ga eerst beginnen met chiropractor. Kijken hoe je beenderen zit, in elkaar zit, noem maar op. Dan naar soutache en dan reflectiezone. Want al je organen, alles eindigt op je voet en op je hand. Dus zolang je dat hebt gepast, toe hebt gepast, en daarna pomp je het bloed van het voet uit helemaal naar boven. Okay. Yeah. Dus al heb je bijvoorbeeld migraine. Volgens mij ben ik de enige in Suriname die migraine wegmasseert. Zoveel mensen heb ik geholpen. En ik zou echt blij zijn als een paar mensen naar dit programma kijken en dat men kan reageren ofzo. Mensen die door u reeds behandeld zijn. Ja. Straks kan ik mijn foto dingen wezen. Zelf apps terug. Apps die mensen met jeugd
suiker, hoge bloed, migraine. Maar wat ik heb opgemerkt in Suriname, de meeste mensen hebben rugklachten. En dat komt meestal hoe? Nou, verkeerd zitten, hard werken, mentaal dingen verkeerd op. Men ligt men eens de hele dag zo achter het computer. Dus dat zijn verschillende factoren. Ja. Ja. Heeft u straks gestudeerd buiten Suriname of heeft u ook buiten Suriname gewerkt? Praktijkgedeelte moest ik, want je hebt lesuren dat je moet volgen, toch? Praktijk heb ik dingen, maar ik heb wel al in het buitenland gewerkt. Ik werk in Frans-Guyana, ik werk in Guyana, ik werk in Trinidad. Maar waarom ik ook voor deze initiatief dingen heb gekozen, omdat er veel stedelingen, kijk, ik ben een Nigeriaan, dus wanneer iemand van de stad komt, noemen we ze stedelingen. En mensen kwamen helemaal van de stad uit naar Nigeria. Het onkosten, het dit, het dat en noem maar op. En toen hij me vroeg, hey, laten we wat in de stad beginnen. Ik heb naar mijn programma gekeken. Ik heb gezegd, het kan, maar niet elke dag. Dus daarom ga ik het in de weekend alleen doen, vrijdag, zaterdag, zondag. En misschien niet elke... Misschien is het ook niet, is niet vier keer per week, want ik moet ook in Frans-Guyana zijn, ook in Guyana. Nikeri is standaard. Dus dat is standaard. Nikeri is standaard. Ja. Dus u gaat uw dagen verdelen? Ja, tussen Nikeri, Paramaribo, Guyana. Nee. Ja. Frans-Guyana ga ik één keer per maand. Guyana, ik ben Nikeriaan, daar ben ik bijna elke week één keer in Guyana. Dat is standaard. En in Nigeria heeft u ook uw eigen poli? Ja. Ik heb mijn eigen praktijk. Ja. Ik heb mijn eigen praktijk thuis bij mij. En het is verschrikkelijk druk. Verschrikkelijk druk. En tot en met nu toe, om eerlijk te zijn, heb ik 3.000 zoveel mensen gemasseerd. Om eerlijk te zijn. En maar 2, ik ga geen namen noemen. Ik vond het zo triest. Ze hadden migraine en ze hebben een hoofd gescand, dit gedaan, dochter geprobeerd, dit, dat, alles geprobeerd. En ik vond het zo zielig, want het zijn 2 schoolgaande. Dus dat zijn de enigste 2 mensen. Bijvoorbeeld als je nu rugpijn hebt. Of je, als ik je masseer, wil ik niet horen dat het rugpijn morgen weggaat. Het moet terstond weggaan. Zo gek te werk. Ik wil niet horen dat het... Overmorgen en na 3 dagen, na 4 dagen, als je komt en je kan niet lopen en je hebt rugpijn, moet je tot stand. Het is niet als je invalide bent hoor, als hem, kijk eens daar, ik heb hem maar een pak kleden van me gegeven, om te denken, die PN, voor zijn senior en dit en dat. Want hij is al, hoeveel jaartjes ben je al verlangd, om een jaar die verlangd was? Maar die bij ax me van mijn serie, met ik mijn nog mijn serie, want die erg mag je een pakketje voorzien. Dat heb ik een pakketje, dat is een pakketje, en dat komt dan pas. Je komt mijn serie. Ja toch? Ja, maar nou, ja, die is al. Nee, ik heb een pakketje toch? En die heb ik een pakketje. Samen met de reactie, want je schrijft bij me, die drinkt een thee, die mij ax je. Vaar de reactie, vaar de kotapiskin. Ja, we vieren miskin dat ik was aan neuroko. Ik weet niet precies wat ze zijn, maar dat iedereen in de leven dat ik was aan neuroko. Maar je merkt wel verschil op? We merken wel verschil in die reactie, want dat was het iedereen. Ja. Dus je werkt ook met bepaalde natuurlijke kruiden? Ja, natuurlijke kruiden, maar aan de meeste kruiden van mij worden geïmporteerd. Ik importeer van China, India, Indonesië. Rieden waarom. Ik weet wat ik koop. Het heeft een BE-code. Het is 100% biologisch. Als ik een doos moet posten naar Nederland of waar dan ook, heb ik er geen problemen mee. Ik ga niet zeggen dat Surinaamse kleding niet goed is. Suriname heeft heel sterke kleding, heel goede kleding. Maar er is altijd een maar, dus ik wil geen kansen nemen. En wat is die maar? Die maar is, kijk, ik ga je een voorbeeld geven. Paardenbloem bijvoorbeeld. Echt goed paardenbloem overal. Maar paardenbloem is een kruid dat het water 30 centimeter onder het grond gaat. En het water wordt heel veel gebruikt.
Het dagje dat je één keer maar zo'n daar hebt gespoten. Je ziet dat als normaal. Je noemt het normaal. Het gaat regenen, dit en dat, noem maar op. Zo'n paardenbloem kan je 3-4 jaartjes niet meer gebruiken. Dus daarom importeer ik mijn kleuren, want ik wil 100% zeker zijn wanneer ik mijn dingen exporteer. Want ik stuur kleuren naar Nederland via Guyana naar Trinidad, noem maar op, dat het nooit wordt afgekeurd. Wat mij heeft een kit, ik had ook geprobeerd met Surinaamse kleuren, ik heb een kit thuis. Wanneer het komt, het moment dat je zo doet blab, is het fout. Dus kledenwinst te winst, ik importeer mijn kleuren, ik mix mijn dingen zelf, verpakken, verkopen. Ja. Dus waarvoor, heer Pink, waarvoor mogen mensen zich aankloppen of zich, waarvoor mogen mensen afspraken hier maken? Masseren, als je je hebt, hoofdpijn, hooggebloed, suiker, doet het niet toe. Als je met die labbriefje komt, het eerste dat ik ga vragen wat voor medicijnen je gebruikt, wat voor onderliggende ziekte je hebt, want dat is heel belangrijk. Hè? Want veel mensen denken dat kleden geen interactie heeft, want het heeft wel interactie. Dus je moet weten wat met zo'n patiënt is gebeurd. Heeft zo'n patiënt suiker, hooggebloed, of zieke cel, of anti-immuun systeem, of noem maar op. Dan pas je een recept toe. Het is dat iemand komt en je zegt, ah, je neem hier zo. Of ah, je neem hier zo. En de dosis is belangrijk. Hè? Want kijk, er worden veel kleden verkocht, dit en dat. Maar dosis is belangrijk. En als je homeopathie niet hebt gestudeerd, is het moeilijk. Daarom mijn kleden bijvoorbeeld. Laten we zeggen, je gaat een theetje van me pakken. Kijk je maar zeggen, 1 lepel op 1 liter water. Ga nu 2 en 3 zetten, want je lichaam gaat niet kunnen verwerken, het is zomaar. Maar dat ene, het 1 lepel dat je hebt gezet, ga je het verschil, je gaat verschil voelen, 100%. Rugklachten, oké, hernia patiënten wil ik sowieso een MRI-scan zien. Meestal als men komt, als ik zo voel, weet ik als het erg is hoor, als het niet erg is ofzo. Wil ik sowieso een MRI-scan zien, want een hernia-patiënt ga je niet zomaar masseren. Want al dat heb ik op mijn opleiding gehad. Hoe je MRI moet lezen, hoe je resultaten moet lezen, dit en dat, noem maar op. Dus al komt iemand met een resultaat, ik weet het te lezen. Ik weet waarover het gaat. Soms als die persoon me zijn resultaat wees, begin ik zo'n persoon te zeggen, je gebruikt zo'n tablet, zo'n tablet, zo'n tablet, zo'n tablet. Dat je elke dag bezig bent. Komt door die ervaring? Ja, door die ervaring, ja. Ervaring en werk, ervaring toch? En praktijk. En ik ben nog niet klaar met studeren. Ik ben bezig met mijn master. Ik heb nog 2 jaartjes te gaan. Okay. Nog 2 jaartjes te gaan. Ja. Dus u hebt hele drukke dagen of hele drukke periodes nu. Want ik neem aan, zoals u het zelf zei, er zijn heel veel mensen die klachten hebben. En nu gaat u 3 dagen in de week ook opereren vanuit Paramaribo. Ja. Wat zou u de mensen dus willen aanraden van hieruit? Nou, ik ga zeggen, ieder met klachten, ze kunnen komen en ik hou van uitdaging. Juist, ieder mag komen, maar ja, ik hou van uitdaging. Als iemand rugpijn hebt, frozen shoulder, nekpijn, migraine, je bent overal geweest. Please, kom hier. Ga je het verschil direct zien. Want ik weet wat ik doe. Kennis maken mag. Daarom moet je blijven studeren. Dank u wel. Heel veel succes. Oh ja, en wat ik u wilde wezen. Kijk hier zo. Dit is het chiropractor gedeelte. Hè? Kijk, alles staat hier zo. Van je wervelkolom. En je ziet die symptomen. Dus laten we zeggen, ik geef je een voorbeeld. Iemand met migraine. De meeste mensen met migraine. Hebben een zenuwkanaling, dat wordt lumbar dysfunction genoemd, 1, 2, 3. 1, 2, 3. De meeste mensen met migraine, het moment dat je zo doet, direct beginnen ze te schreeuwen. Dit beginnen ze te schreeuwen. Dat als ik alles heb gedaan, dan is het nog niet klaar. Daarom heb ik gezegd dat het 3 en 1 is. Dat ga ik soetasje moeten doen. Maar het neusje van het zalm, al voel je nog een lichte pijn, dan kom ik onder je voeten. Kijk, ik geef een voorbeeld. We hebben het over migraine bijvoorbeeld. Kijk hier zo. Hersenen, alles is hier zo. Dus dat ga ik hier moeten stimuleren met mijn machine. Dus al ben ik
daar bezig, ben ik helemaal bezig op je hersenen. Dus daarom is het 3-in-1. Onze massage is echt apart. Ieder doet zijn ding. Weet je, ik ben een chiropractor, sutashu, reflexieson. Ik ben geen fysiotherapeut. Men moet me niet gaan vergelijken met een fysiotherapeut. Ik ben geen fysiotherapeut. Er is een heel groot verschil.